Ik ga vandaag spreken over het volgende. De strijd om het echte goud. De strijd om het echte goud. En Paulus in de Bijbel, dat was nogal een sportief mannetje. Dat lees je door meerdere teksten heen. En er is zo'n tekst, daar vergelijkt hij het leven van een topsporter, van een sporter, vergelijkt hij met het geloof. Met de reis van een christen, met de reis met iemand, van iemand die God wil volgen. En dat is een hele mooie vergelijking. En misschien ken je een deel van mijn verhaal. En ik was tot mijn 18e leefde ik echt voor de sport. Dat was mijn leven. Je ziet of komt een foto op de beamer. Dat was ik, lange baan schaatsen. Dat was mijn leven. Ik ging ervoor volledig. Elke dag bestond uit trainen, goede voeding, veel ook zelf trainen. Ik zat op een speciale school met alleen de vakken die ik nodig had voor om examens te doen. De meeste weekenden was ik wel ergens in het land voor een wedstrijd. Het draaide allemaal om de sport. Het draaide allemaal om het schaatsen. En je kan wel zeggen dat toen ik een keuze maakte voor Jezus, 8 jaar geleden, dat mijn leven totaal veranderde. En dat ik eigenlijk volledig ben gaan leven in plaats van voor sport, voor het Koninkrijk van God. Dat ik mijn leven eigenlijk daar volledig in heb veranderd. Maar in plaats van dat ik voor het schaatsen ben gegaan, volledig ben gegaan voor het bouwen van Gods Koninkrijk. Het bouwen van de kerk. Mensen helpen God te ontmoeten, zou je kunnen zeggen. En daarom vind ik deze tekst ook persoonlijk zo mooi. Omdat ik eigenlijk beide kanten van die vergelijking die Paulus daar vertelt, die tekst gaan we zo lezen. Ik heb eigenlijk beide situaties meegemaakt. Om te gaan voor een leven als sporter en echt te gaan voor die medaille. Maar aan de andere kant ook te gaan voor een leven samen met God en het bouwen van zijn koninkrijk. En we gaan lezen uit die tekst uit 1 Korinthe 9, vers 24 tot 27. En ik lees ervoor. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Zij doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser staat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. En net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Want anders word ik ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. En Paulus zegt hier, het winnen van een sportprijs is eigenlijk een prijs die uiteindelijk weer zal vergaan. Het winnen van een prijs waar je zo hard voor hebt gevochten, waar je zo hard voor moet trainen, waar je zo hard voor moet strijden, is een prijs die uiteindelijk weer zal vergaan. Ook al ben je er nog zo blij mee, en ik was er heel erg blij mee, echt waar, heel lang voor getraind, heel veel uren, dagen, jaren voor moeten trainen. Maar uiteindelijk, op een dag, zal die weer vergaan. En Paulus zegt hier tegen de kerk, die prijs, die zal weer vergaan. Maar waar jullie voor leven, kerk, waar jij voor leeft, is niet voor een medaille die uiteindelijk weer zal vergaan. Maar voor een prijs die geldt, die waard is, tot en met in de eeuwigheid. De eeuwige medaille. Dat is waar jullie voor leven, kerk. Dat is hetgene waar jullie voor gaan. En Paulus zegt dan ook, een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. En net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Een sporter is streng voor zijn lichaam. Het bepaalt hoe fit hij is. Het bepaalt hoe goed hij kan presteren. Als zijn lichaam niet fit is, kan hij niet presteren. Als zijn lichaam niet in vorm is, kan hij geen prestaties leveren. En een sporter doet daarom alles aan, maar ook echt alles aan om zijn lichaam fit te krijgen en de prestaties optimaal te krijgen. Zo heeft de sporter een diëtist, dus die kijkt mee in zijn voeding. Hij heeft fysiotherapeuten, meerdere coaches, vaak eentje voor de techniek, maar ook vaak eentje voor krachttraining en conditietraining. Hè, die gaat meer over de schema's. En bewegingsanalist heb je bij het schaatsen. Dus dat het echt om kleine centimeters beweging gaat, hoe je schouder boven je linker en je rechterbeen hangt. Heel veel wetenschap zit daarachter. In ieder geval, wat ik wil zeggen, is dat een sporter er alles aan doet om fit te worden. En Paulus zegt, en hij gaat voor een medaille die uiteindelijk weer zal vergaan. Hij gaat voor een medaille die uiteindelijk weer zal vergaan. Hoe erg moeten wij wel niet ons best doen als mensen die gaan voor een eeuwige medaille, voor mensen die gaan voor het leven met God tot en met in de eeuwigheid, ons best doen om samen met God te leven. Om voor zijn koninkrijk te gaan. Om andere mensen te helpen om samen met God te leven. Om andere mensen te helpen naar Jezus te kijken.
Dat is een veel belangrijkere taak. Dus ik denk dat we naar onszelf ook zo mogen kijken. Van hé, net als een sporter die naar zijn lichaam kijkt. Hé, hoe is op dit moment mijn leven met God? Hé, hoe is op dit moment mijn persoonlijke relatie met God? Ben ik meer op Jezus aan het lijken? Ben ik meer een discipel aan het worden van Jezus? Ben ik in het groeien in mijn vertrouwen op God? Ben ik geestelijk fit? Ben ik geestelijk fit? Hoe is mijn relatie met God? Die vraag mogen we onszelf best wel stellen. En eigenlijk zoals Paulus zegt, hey, ik ben streng voor mezelf, want het gaat niet heel voor niks hier. Ik koop geen broodje. Het gaat hier over de eeuwigheid. En daarom ben ik streng voor mezelf. En daarom kijk ik van, hey, ben ik op dit moment geestelijk fit? En wat ik eigenlijk naar andere mensen wil vertellen over de goedheid van de Heer Jezus en de liefde die Hij ons heeft gegeven, leef ik daar ook naar. Dat is wat Paulus hier eigenlijk probeert te zeggen door dit voorbeeld van sport. En ik heb dus een aantal punten meegenomen die ik eigenlijk in mijn sportleven heb ervaren, maar ook in mijn reis met God. Daar gaan we vandaag naar kijken. Vind je het leuk? Goed zo. En het eerste is wat ik wil meenemen als punt 1. Dat is, je hebt een coach nodig. Je hebt een coach nodig. Ik weet niet of je wel sport kijkt, maar als sporter heb je een coach nodig. Want zonder coach heb je geen richting. En je hebt niemand naast je staan die echt volledig die naast je staat. Je hebt iemand nodig die de potentie in jou ziet. Je hebt iemand nodig die naast je staat. Ook al was het een belabberde presentatie, dat hij toch zegt, goed gedaan. Hij denkt van niet, maar hij zegt het toch. En iemand die naast je staat op het moment dat het allemaal even tegen zit en blessures zitten eraan te komen en het loopt allemaal niet zo lekker, dat hij toch zegt, hey, come on, you got this. En ik heb goede coaches gehad, echt coaches die langs de ijsbaan stonden en riepen, kom op Ruben, je kan het, ga ervoor, get them. Weet je, hij gaf zichzelf volledig aan de rand van het ijs. Maar ik heb ook coaches gehad en die stonden erbij alsof ze op de bus stonden te wachten. Ik kan je vertellen, de eerste, die haalde het beste in mij naar boven. Die haalde het beste in mij naar boven. En mijn vraag aan jou vandaag is, wie haalt het beste in jou naar boven? Wie is degene in jouw leven die potentie in jou naar boven roept? Want wij allemaal zijn zonen en dochters van God. God heeft jou en mij mooi gemaakt, aantrekkelijk gemaakt en met talenten en gaven en met mooie eigenschappen. Elk mens is een diamantje. Elk mens is een diamantje dat langzaam bijgepoetst wordt en steeds mooier wordt. Hey, welke mensen in jouw leven houden het potentie, houden het mooie dat in jou zit vanuit jou naar boven? Iemand die naast jou staat en zegt, kom op, ga ervoor. En ik kan je vertellen, ook het leven als een sporter, het is niet altijd makkelijk. Je kan niet altijd topfit zijn. Je kan niet altijd winnen. Er zijn perioden van verliezen, van teleurstellingen, van blessures. En dan heb je een coach nodig die zegt van, hey, kom op, het gaat weer goed komen. Blijf trainen, blijf doorgaan, blijf ervoor gaan en het zal weer goed komen. Hey, wie op dit moment in jouw leven is diegene langs de kant van de wedstrijd, van de lijn, die tegen jou zegt, hey, kom op, you got this, ga ervoor. Het zit nu even tegen, het valt nu even tegen. Omstandigheden zijn even moeilijk, de situatie is even zwaar. Maar wie staat er aan de kantlijn van jou die zegt van, hey, maar God is aan jouw zijde. En als God aan jouw zijde staat, dan kan niemand dat van je afpakken. Wie staat er aan de zijlijn van jouw wedstrijd? Die tegen jou roept, hey, you got this. Jij kan dit, want je bent een zoon. Je bent een dochter van God. Je bent gemaakt naar zijn evenbeeld. Hey, zijn evenbeeld. Kerk, evenbeeld. Dat betekent dat er dingen in ons zitten die van God lijken, die op God lijken. En we zijn nog lang niet, we lijken daar nog lang niet op. We hebben nog een lange reis te gaan. Dat weten we allemaal. Maar dat betekent dat er in jou en mij iets kostbaars zit. Iets met eeuwigheidswaarde. Iets wat bovennatuurlijk is. Dat zit in jou en mij. En wie staat er langs de zijlijn van ons leven die zegt, hey, je hebt het in je. Je hebt het in je. Come on, ga ervoor. Je kan dit. Je bent een zoon of dochter van God en de overwinning is in jou. En in Spreuken 12, vers 26 staat, the righteous choose their friends carefully. Hey, de rechtvaardigen kiezen hun vrienden voorzichtig. Je hebt goede mensen om je heen nodig. Je hebt goede mensen om je heen nodig die jouw leven kunnen sturen. Die jou bij kunnen sturen. Die naast jou staan in moeilijke tijden. Die met jou vieren in tijden van overwinning. Maar je hebt iemand nodig die naast jou staat. In de tijden dat het even tegen zit. Je hebt iemand nodig die dan jouw focus weet te houden. Dat je niet je vizier verliest naar de verliezende kant. Maar iemand die je helpt om naar de winnende kant te kijken. Want we zijn aan de winnende kant. Door wat God voor ons heeft gedaan. En een bekende uitspraak is, en bij jonge vrienden zeggen we hem heel vaak. Laat me zien wie je vrienden zijn en ik vertel je toekomst.
Weet je, de mensen met wie je optrekt, daar ga je meer op lijken. Zo ga je meer worden. Dus mijn vraag aan je is, hey, met wie trek je op? Welke kant trekken die mensen je op? Helpen ze je om meer te geloven in God? Helpen ze je om te vertrouwen op God? Helpen ze je om een man of vrouw van God te worden? Helpen ze je om in je bestemming te wandelen? Helpen ze je om God te blijven vertrouwen? Dat is zo belangrijk. En weet je, mijn coach kende ook mijn zwakke punten. Ik ben al niet bij punt 2. Maar mijn coach kende ook mijn zwakke punten. Mijn openingen waren niet zo best. En de openingen bedoel ik de eerste 100 meter van een wedstrijd. Dus met start heb je de eerste 100 meter en dan heb je een opening. En ik weet niet, ik denk dat het kwam door mijn lengte of zo. Een beetje klungelige benen. Het zat niet mee, zeg maar. Het duurde lang voor mij. Maar hij hielp me om toch daar wat moois van te maken. Om toch het beste eruit te halen. En veel oefenen, veel doorgaan, hielp hij me toch om er het mooiste van te maken. Hé, hey, wij hebben allemaal goede punten, maar we hebben ook punten waar we gewoon minder sterk in zijn. Iedereen. Ik heb zwakke punten, jij hebt zwakke punten. Wie in jouw en mijn leven kijkt mee in jouw leven om je te helpen om van die zwakke punten sterke punten te maken. Om voor jou een mooier mens te maken. Om je te helpen om een man of vrouw van God te worden. Wie in jouw leven kijkt mee om je te helpen om die punten te versterken. De rol van een coach is zo belangrijk. We hebben die mensen nodig. We hebben vrienden van onze bestemming nodig. Mensen die ons helpen om voor die eeuwige medaille te gaan. Mensen die ons helpen om niet naar die tijdelijke medaille te kijken die hier zo ook ligt. Maar mensen, vrienden, coaches in onze leven die ons helpen om voor de eeuwige medaille te gaan. Die ons te helpen te kijken naar hetgene wat echt belangrijk is. Die mensen hebben we in ons leven nodig. En het tweede wat we nodig hebben is je voeding. Je voeding is jouw kracht. Als sporter is het super belangrijk dat je goed eet. Je hebt koolhydraten nodig, je hebt eiwitten nodig, je hebt mineralen en vitamine nodig, je kan de hele lijst opnoemen, maar je hebt goede voeding nodig om krachtig te zijn. In je leven met God is goede voeding ook belangrijk. Waar je je mee voedt, zo sterk zal je zijn. En ik hoop dat je je dagelijks voedt met het woord van God. Want het woord van God is jouw kracht. Het woord van God geeft jouw leven. Het woord van God is jouw energie. Het woord van God geeft jouw hoop. Het woord van God geeft jouw energie, leven en alles wat je nodig hebt. Het woord van God is jouw kracht. Hoe lang de wedstrijd ook is, maar door jouw voeding bepaal je hoe ver je kan gaan. En daarom wil ik je uitdagen. Hey, hoe is op dit moment je tijd met God? Waar voed je je mee als de dag begint? Het is zo makkelijk om jezelf aan het begin van de dag te voeden met Facebook, Insta-stories of nu.nl. Hey, maar dat gaat jou niet voeden. Dat is junkfood. Dat is hetzelfde als een zak friet. Je hebt Gods woord nodig om sterk te blijven staan. Je hebt Gods woord nodig om in zijn handen te aanwezigheid te zijn. Je hebt Gods woord nodig om jouw energie, hoop, leven te geven. Je hebt Gods wijsheid nodig. En dat krijg je alleen maar door goede voeding. En ik heb het dus niet over eten. Begrijp me goed. Ik heb het hier over Gods woord. Zijn woord dat leven geeft. Goede voeding is de Bijbel. Goede voeding is Gods woord. Dat is zo belangrijk. En ik kan me goed herinneren, altijd voor een wedstrijd ging ik altijd voor die powerfood. Even nog wat pannenkoeken, even nog wat pasta, even een paar bananen achterover. Zodat ik krachtig aan de start stond. En als ik een zak friet had gegeten voor de wedstrijd, dan voelde ik me ook echt een zak friet. Je hebt Gods woord nodig om sterk te beginnen aan de start van de dag. Je hebt Gods woord nodig om de dag te beginnen samen met Hem. Je hebt Gods woord nodig om daar krachtig de ochtend te beginnen en de dag aan te gaan. Je hebt Gods woord nodig om te overwinnen. En het derde wat ik je wil meegeven vandaag is veel offers voor het uiteindelijke doel. Veel offers voor het uiteindelijke doel. Weet je, als je in de sportwereld de top wilt bereiken, bij de allerbeste wilt horen, dan horen daar veel offers bij. En als ik kijk naar mijn tijd toen, vrienden die gingen leuke dingen doen. En ik zei van jongens, ik kan niet, ik moet vanavond trainen. Of in het weekend gingen ze wat leuker doen. Ik zei, ik kan niet, ik moet naar het trainingskamp. Of gewoon allerlei leuke dingen die ik moest cancelen. Of die ik moest afzeggen, omdat ik gewoon ander... Ja, ik moest bij die trainingen zijn. Ik kon niet zeggen tegen mijn trainer en mijn ploegmaat, jongens, ik kom vandaag niet. Tjallas. Dat kon niet.
Want ik had me toegewijd voor het doel. Ik had me toegewijd om daarvoor te gaan. Voor het uiteindelijke doel. En er waren gewoon zoveel dingen die ik moest afzeggen. En dat is niet zielig voor me, begrijp me niet goed. Het was mijn eigen keuze. Niet dat je straks mijn ouders aanklaagt als kindermishandeling. Nee. Begrijp me goed, het was mijn eigen keuze om ervoor te gaan. Het was mijn eigen keuze om er 100% voor te geven. Maar die offers waren nodig voor het uiteindelijke doel. En we gaan kijken naar een filmpje van een van mijn laatste wedstrijden die ik reed voordat ik ging stoppen. Trouwens die met de witte pak aan. Yes, zoveel vreugde. Maar uiteindelijk was er zoveel vreugde. Al die offers, al die momenten dat ik niet bij dingen kon zijn. Al die dagen, jaren trainen voor zo'n wedstrijd. Omdat dat hield ik vol. Omdat ik het uiteindelijke doel voor ogen hield. Overwinnen, voorwinnen. Om ervoor te gaan, voor het uiteindelijke doel. Dat is waardoor ik het vasthield. Dat is waarom ik het door bleef gaan. Dat is waarom ik elke ochtend weer opstond. Ik dacht van ja, vandaag ga ik weer sterker worden. Vandaag ga ik weer beter worden. Dat is waarom ik het voorhield. En weet je, welke offers moeten wij brengen voor het uiteindelijke doel? Welke offers moet jij brengen voor het uiteindelijke doel? Misschien is het een offer om dicht bij God te blijven. Misschien is het een offer om een leider te zijn op je werk of in de kerk. Misschien is het een offer om God te dienen. Misschien zijn er mensen in jouw leven die jou niet helpen om dichter naar God toe te groeien. Misschien zijn er mensen die dat tegenhouden. Of misschien is er discipline nodig als een offer om elke dag te zeggen, hey, nu neem ik mijn tijd met God. Nu is het moment tussen mij en God. Of misschien is er een offer nodig in een bepaalde gewoonte. Dat je zegt, hey, ik stop met deze gewoonte, want dat houdt me van God af. Of misschien is er een offer nodig in je tijd om mee te bouwen in de kerk. Of misschien is er een offer nodig in je financiën om te zeggen, oké, het doet pijn om een offer te geven op zondag of je tiener te betalen. Maar je weet, uiteindelijk het doel is om mensenlevens te zien veranderen. Het uiteindelijke doel is om mensen bij Jezus te zien thuiskomen. En dat is de kerk waarom we het volhouden. Waarom we de volle mijl gaan. Waarom we er voor 100% voor gaan. En waarom Paulus zegt van, hey guys, come on, het is hier geen sportwedstrijd, het is niet een medaille die je om je nek krijgt, gefeliciteerd, leuk. Nee, het is iets voor tot en met de eeuwigheid. En Paulus wil ons hiervoor waarschuwen. Hij zegt, kerk, go for it, want het is zo belangrijk wat wij met elkaar doen. Jouw relatie met God is zoveel belangrijker dan een medaille. Jij tijd die jij investeert in andere mensen is zoveel belangrijker dan een medaille winnen. Jouw tijd die je geeft om iemand anders te helpen. Jouw tijd die je gebruikt om voor iemand te bidden. Jouw tijd die je gebruikt om in het cateringteam te helpen of bij kids of welk team dan ook hier in de kerk. Al zoveel mensen die hier meebouwen. Het is niet voor een tijdelijke medaille, het is voor een eeuwige medaille. En dat is zo belangrijk wat Paulus daar zegt. Dat is zo belangrijk. Dat we dat als kerk, daar zijn we voor. En we houden het vol, omdat we weten, hey, dat is uiteindelijk het beste voor mijn relatie met God. Voor de eeuwigheid. En voor alle mensen die door mijn offers heen Jezus gaan ontmoeten. Die door al mijn offers heen, mijn tijd, mijn geld, mijn financiën, alles wat ik heb, is ervoor. Zodat ik uiteindelijk bij God thuis kan komen, zodat ik andere mensen kan helpen om hetzelfde te ervaren als wat ik heb meegemaakt. Dat is waar we kerk voor zijn. Dat is waar we kerk voor zijn, om mensen te helpen God te ontmoeten. En Paulus roept ons hiervoor op, hey, blijf daarvoor gaan. Verlies dat niet uit het oog, want dat is waar we als kerk voor zijn. En misschien ken je het bekende verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Misschien ken je dat verhaal. En Jezus is hier met heel veel mensen, met zijn discipelen en heel veel mensen, een soort parkpop of zo. En er waren er heel veel mensen en ze wilden alle mensen voeden. En er was hier die jongen met zijn lunch. 5 broden en 2 vissen. En Jezus zei, kunnen jullie die maaltijd aan mij geven? Jongen, kan je die maaltijd aan mij geven? En die jongen had kunnen denken van, nou, weet je wat, deze vis, die moet ik nog bij mijn opa langs brengen. Of daar heb ik vanmiddag misschien zelf wat trek in. Ik hou hem even achter de hand. Ik hou hem even bij me.
Want je weet het nooit, misschien krijg ik wel een hongeraanval aan het einde van de middag. 4 euro kippensoepie. Ik hou hem achter de hand. Dat had Jeroen kunnen denken. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij gaf zijn volledige lunch aan de Heer Jezus. En Jezus deed het onmogelijke. Hij voerde iedereen ermee. Hey, ik weet niet wat het is wat jij misschien nog achter in je zak houdt voor de zekerheid. Ik weet het niet welk gebied het van je leven is wat je misschien nog een klein beetje voor jezelf hebt gehouden. Omdat je niet volledig durft om aan God toe te geven. Om het terug te geven aan Hem. Het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Denk aan alles in je leven. Maar wat ik wel weet is dat als we het volledig aan Jezus teruggeven. Als we het volledig aan God teruggeven. Dat Hij uiteindelijk het onmogelijke zal doen. Zo gaaf. Zo gaaf. Hoe God is goed. Hoe groot is God. En weet je, als sporter kan je niet altijd in topvorm zijn. Er komt een tijd van verliezen, van teleurstellingen, van blessures. Tijden dat het even tegen zit. Tijden dat het pijn doet. En dat is mijn vierde punt. Verliezen maakt je sterker. Verliezen maakt je sterker. Weet je, ik heb een periode gehad. Ik was nog wat jonger. Ik denk 13, 14 jaar. Toen zeiden er volwassenen en teamleden over mij, Ruben, ik denk dat je mij moet stoppen met schaatsen. Want jouw lange afstanden, jouw korte afstanden, jouw openingen, wat ik al eerder vertelde, zijn niet goed genoeg. Daar ben je niet goed genoeg in. En die heb je nodig om uiteindelijk naar de top te gaan. Want ja, als je eerste meters al slecht zijn, niet zo'n beste start. Letterlijk en figuurlijk. Je hebt die meters nodig om goed te kunnen worden. Mensen zeiden van, ja, je moet misschien maar gewoon stoppen. En heel eerlijk gezegd, het maakte mij boos. Het maakte mij verdrietig en ik heb een nacht van wakker gelegen. Vraag maar aan mijn ouders. Ik was er kapot van. Dat de mensen zeiden van, ja, je moet stoppen. Want het was mijn droom om uiteindelijk goed te worden. En misschien op tv te komen. Het was mijn droom om de allerbeste te zijn. En als iemand dan zegt van, hé, misschien moet je maar stoppen. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Maar, zoals ik al zei, ik werd boos. Ik dacht van, nee, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Ik ga die mensen bewijzen dat ik het wel kan. Ik ga die mensen laten zien dat ik het wel in me heb. Dus wat deed ik? Ik ging me richten op mijn sterke punten. De lange afstanden. De 3 kilometer, 5 kilometer. Toen nog 1500 meter, wat voor die leeftijd redelijk lang was. Weet je? En ik begon me te richten op hetgene waar ik goed in was. En 5 jaar later, die foto staat op de beamer, stond ik op het Nederlands kampioenschap op de 5 kilometer. Omdat ik me had gericht op hetgene waar ik goed in was. Weet je? Nee. De Heere God. Ik probeer hier niet mijn eigen sportcarrière te verkopen. Ik wil hier niet een applausje voor mijn sportcarrière. Wat ik wil zeggen is, als je van je zwakte je kracht gaat maken, is dat zo enorm sterk. Als je van je zwakte je kracht gaat maken, is dat zo enorm sterk. En ik weet niet wat het voor jou is, wat misschien jouw zwakte is. Maar wat ik wel weet is, dat God het wil gebruiken. God wil jouw zwakte gebruiken. Mozes in de Bijbel. God zei tegen Mozes, Mozes, ik ga jou gebruiken om de Israëlieten een heel volk te leiden. Ik ga jou gebruiken om een volk te leiden. En Mozes zei, maar Heer, ik hou helemaal niet van spreken. Verschrikkelijk, ik hou niet van spreken. Waarom ik? Waarom niet iemand anders? Ik hou er helemaal niet van. En God zei tegen Mozes, Mozes, wie heeft jou je mond gegeven? Wie heeft jou je mond gegeven? Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Dat ik een oplossing zal geven. Ik weet niet wat het voor jou is vandaag. Wat misschien jouw zwakte is. Misschien is het een angst. Misschien is het jouw denken. Misschien is het een gewoonte. Misschien is het iets waar je tegenop zit of waar je bang voor bent. Misschien ben je wel een stresskip. Ik weet niet wat het voor jou is wat jouw zwakte is. Maar wat ik wel weet is dat God van jouw zwakte jouw kracht wil maken. Hij wil jouw kracht geven, hij wil jouw hoop geven en hij wil situaties omdraaien waardoor jij in je kracht gaat wandelen. Waardoor jij niet degene zal zijn die zal stoppen omdat andere mensen het zeggen, maar waar jij uiteindelijk de finishlijn zal halen op het podium. En dan heb ik het niet over de tijdelijke medaille, maar dan heb ik het over de eeuwige medaille waar Paulus over spreekt, waar Paulus het over heeft om te gaan voor het uiteindelijke doel, om voor de eeuwigheid te vechten. Hoe mooi. Hoe mooi. En ik ga naar mijn laatste punt. En mijn laatste punt is, teamwork is de sleutel tot succes. Teamwork is de sleutel tot succes. En ik vraag even 3 mannen naar voren. Ik zie daar Quinten, ik zie daar Matt. En ik zie daar Francisco. Kom maar even. Applausje voor deze helden. Jullie...
Jullie zijn drie schaatsers. Dat zijn wij, dat was ik op de tweede plek. En jullie gaan het even nadoen. Ga maar even doen alsof je kan schaatsen. Doe je knieën op een rijtje. Zo, goed zo. Heel goed, heel goed. Oké, dit zijn onze drie schaatsers van vandaag. En die ploegenachtervolging is een test op je wedstrijd. Het is een test op je teamwork, bedoel ik. Het is een test op je teamwork. Hoe beter je als team het aanpakt, des te meer kans je maakt om te winnen. Want degene die op kop rijdt, Quint in dit geval, pakt 20-30% meer energie dan degene die erachter rijden. Dus Quinten heeft het nu op dit moment 20-30% zwaarder dan degene die erachter rijden. Maar Quinten doet de eerste ronde. Hij is moe. Je bent nu moe? Hij is moe van de eerste ronde. En Quinten geeft af naar degene die achter hem rijdt. En dat is het geval onze schaatser Matt. Mooi schaatsbroekie. Hey Matt, en jij rijdt nu op de tweede plek. Matt rijdt op de tweede plek en die doet een hele ronde. Maar ook na een ronde, zodat hij volledig hard door kan rijden. Quinten is nu aan het uitrusten en Matt rijdt hier zo. En Matt doet een volledige ronde, totdat hij weer moe is. Want hij, ook voor hem kost het 20-30% minder kracht, meer kracht. En ook Matt raakt een keertje moe. Dus na die ronde geeft hij af naar de volgende. Hij sluit achteraan aan. En gelukkig hebben we hier onze fantastische schaatser, Francisco. Hij kan niet schaatsen. Vandaag kan je wel schaatsen. Heer, ik bid dat ik... Nee, Francisco is een hele goede schaatser. Hij is een hele goede schaatser. En ook hij doet die derde ronde, die is voor hem. Hij pakt die energie, hij pakt die kracht. En ook hij is na één ronde moe. En na één ronde geeft hij af. En inmiddels is Quinten uitgerust. En Quinten rijdt weer voorop. En de wedstrijd is nog bezig, hè. De laatste ronde gaat in. En Quinten heeft net twee ronden uit kunnen rusten. Achter Matt. Jullie zijn nog aan het schaatsen. Jullie zijn niet klaar met racen. Jullie zijn... Ook Quinten, ook Francisco en Matt zijn nu aan het uitrusten. Maar in de tussentijd heeft Quinten hier kunnen strijden. Hij heeft kunnen rusten. En nu komt het aan op zijn laatste ronde. Maar door deze twee helden die hier achter rijden, kon hij uitrusten. En heeft hij nieuwe energie om er nog een laatste ronde van te maken. Hé kerk, dat is zoals Jezus onze kerk heeft bedoeld. Als er iemand voorop rijdt. Hij heeft voorop gegaan en hij is moe. Dan helpen we iemand weer om op te staan. Als er iemand het zwaar heeft en een moeilijkheid, helpen we iemand om weer terug te staan. Samen, ga lekker zitten jongens, ga lekker zitten. Samen zijn we een team. We zijn een team. En als we het samen doen, kost het ons 20-30% minder kracht. Dat is zoals Jezus zijn kerk heeft bedoeld. Als we het samen doen, kost het 20-30% minder kracht. Hey. Dat is zo mooi. En in de Bijbel staat, 1 verslaat er 1000, 2 verslaan er geen 2000, maar 10.000. Hey, er zit een bovennatuurlijke kracht op samenwerking. Er zit een bovennatuurlijke kracht als zijn kerk bijeenkomt, eenheid creëert en samen voor het doel gaat. Hey, we dienen hetzelfde doel. We dienen dezelfde Jezus, we dienen hetzelfde koninkrijk. Als iemand moe is, dan helpen we diegene weer bovenop te komen. Als iemand door een moeilijke tijd gaat staan en naast diegene zegt, hey, kom op, je kan dit. Als Een leider hier in de kerk zegt van, hey, het is mij te veel geworden, iemand moet even tijdelijk invallen. Dan hoop ik dat je denkt van, wauw, hoe kostbaar dat ik kan helpen om dat gat te vullen. En om die 20% die diegene heeft gegeven voorop te gaan en ervoor te gaan. En om het team naar de finish te trekken. Hey kerk, dit is zoals Jezus zijn kerk heeft bedoeld. Om het met elkaar te doen. Om het niet alleen te doen, maar om elkaar kop over kop te gaan. Elkaar naar de finish te trekken. 20%, 30% te overwinnen, omdat we het samen doen. Mijn punt is, we dienen dezelfde God, we dienen dezelfde Jezus. Soms kunnen we dat vergeten. We kunnen discussiëren over welke titel, welk thema de pastor die dag over heeft gesproken. We kunnen bekritiseren welk nummer het worshipteam zingt. We kunnen vechten over welk team het meeste budget krijgt. Maar wat we vergeten, is dat we in hetzelfde team zitten. We zitten in het team van Jezus. We dienen zijnzelfde doel. We dienen hetzelfde doel om de kerk te bouwen. Om mensen bij hem te zien thuiskomen. Dat is waar we voor gaan. Dat is waar we voor geroepen zijn. En daarom gaan we voor het grotere doel. Laten we niet gaan voor onze eigen mening. Voor onze eigen verlangens of onze eigen gevoelens. Want wat een team doet, is dat ze elkaar vooruit brengen. Wat een team doet, is dat ze fan van elkaar zijn. Wat een team doet, is dat ze elkaar in een bestemming brengen. Wat een team doet, is elkaar naar de finish brengen. Wat een team doet, is elkaar de overwinning geven. En we gaan bijna afsluiten, maar dan heb je deze tekst hier in de Bijbel, waar Jezus zegt tegen zijn discipelen, hey, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn klein. Er zijn maar weinig arbeiders. Dit is een duidelijke overtuiging, een duidelijke uitnodiging voor zijn team.
Dit is een duidelijke uitnodiging om zijn team te joinen. Hey, jij bent nodig in zijn team. Jij bent nodig in zijn team, want jij kan zijn team sterker maken. Jij kan zijn kerk sterker maken. Jij kan zijn koninkrijk versterken. In de Bijbel staat dat de kerk is een lichaam. En een lichaam heeft alle lichaamsdelen nodig. Ik kan geen dag zonder been. Gaat geen succes worden. Ik kan geen dag zonder arm. Lastig. Ik kan geen dag zonder ogen. Want dan ben ik blind. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn. We hebben elkaar nodig om het optimale uit de kerk te halen. Het punt is, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. En misschien ben je creatief. Misschien ben je organisatorisch heel sterk. Misschien ben je goed in andere mensen helpen. Misschien ben je goed in bidden. Misschien ben je goed om koffie te zetten. Of misschien maak je betere vlogs dan Enzo Knol. Ik weet niet wat jouw talent is. Ik weet niet wat jouw gaven zijn. Maar wat ik wel weet, is dat God aan jou vraagt. Hey, wil jij mijn arbeider zijn? Wil je mijn team bouwen? Wil jij degene zijn die mensen helpt thuis te brengen? Wil jij degene zijn die een verschil maakt in deze wereld? Wil jij het licht en het zout van deze wereld zijn? Wil jij degene zijn die opstaat in vertrouwen en in geloof om deze wereld een betere plek te maken? Mensen in deze stad kennen niet echte liefde. En ik gebruik jullie om het liefde te verspreiden die Jezus aan jou en mij heeft gegeven. Die Jezus aan jou en mij kennis heeft gegeven, uitgedeeld op die zegen weer voor de mensen te zijn in jouw omgeving. Dat is wie we zijn, kerk. Dat is wie we zijn. Dat is wie we zijn en waar we voor geroepen zijn. En ik wil je gaan vragen om even te gaan staan op je benen. Want we gaan zo een nummer zingen. We gaan zo een nummer zingen. Super mooi nummer. Maar wat ik aan jou wil vragen is, Turn Up The Volume, het thema van dit jaar, is eigenlijk de vraag die God ons stelt van, hey, ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar om dit gebied, dat lunch, dat gedeelte van de lunch, om aan mij te geven? Ben je beschikbaar om jouw zwakte aan mij te geven? Ben je beschikbaar om de dingen waarvan jij denkt van, daar ben ik slecht in, of dat kan ik niet, aan mij te geven? Ben je beschikbaar om jouw angsten en de dingen waar je in denkt te hebben gefaald, aan mij te geven? En ik denk dat het vandaag een mooie dag is om die dingen terug te geven aan God. En om te zeggen, Heer, gebruik mij in uw koninkrijk. Gebruik mij om mensen bij u thuis te brengen. Gebruik mij om deel te zijn van uw team. Want samen zijn we sterker. En samen kost het 20-30% minder energie. Maar Jezus zegt, hey, doe het als kerk samen. Doe het samen. Doe het samen. En dan kom je tot de finishlijn. Dan kom je tot de streep. En ik wil vragen of je ogen even kan sluiten. Want misschien ben jij dit vandaag. En dit is eigenlijk een oproep niet voor heel de kerk. Want misschien gaat het over jou. Misschien denk jij, ik heb iets achtergehouden. Een gebied in mijn leven. Maar ik kan je vertellen, ik heb ook iets achtergehouden in mijn leven. Maar ik wil volledig gaan voor Gods koninkrijk. Ik wil volledig gaan om mensen bij hem thuis te brengen. Om een verschil te maken in deze wereld. En om van deze wereld een mooiere plek te maken. Om de liefde van Jezus te verspreiden. En ik heb vandaag een vraag aan jou. Wil jij dat ook in jouw leven? Strek je arm uit als jij de liefde van God wil verspreiden op deze wereld. En hem wil dienen. Dit is niet een oproep voor alleen de mensen die vandaag voor de eerste keer willen kiezen. Maar voor iedereen. Strek je arm als jij zijn kerk wilt bouwen. Als jij deel wilt zijn van zijn team. Dank je wel. Strek je arm uit. Want we gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor hoe goed u bent. Dank u wel dat we uw kerk samen mogen bouwen. Dank u wel dat we in deze stad Den Haag geplant zijn. En dat wij hier het licht van de wereld mogen zijn. Heer, ik bid, Vader, dat wij mogen strijden voor het echte goud, Vader. Niet voor de dingen die voor tijdelijk zijn, maar voor de eeuwigheid, Heer. Dat we mensen bij u thuis mogen brengen. Dat wij een verschil mogen maken voor de zwakkeren in deze stad. Voor de zieken in deze stad. Voor de armen in deze stad. Voor de mensen die geen stem hebben. Ik bid dat wij een stem zullen zijn voor degenen die het niet hebben. Ik bid, Heer, dat wij het verschil mogen maken in de stad, in dit land. En dat wij geroepen zijn, Vader, om het als kerk te doen, Vader. Om het samen te doen, Heer. En om deze stad te veranderen. In Jezus' naam, amen. Laten we zingen.